Helaas blijkt dat vaak genoeg niet de juiste kaart van Suriname wordt gebruikt. Zelfs bij officiële gelegenheden wordt jammer genoeg in sommige gevallen een onjuiste weergave gegeven van ons Surinaams grondgebied. De Nationale Grenscommissie heeft als belangrijkste taak de landgrenzen vast te stellen en internationaal te positioneren, rekening houdend met de internationale verdragen door ons land geratificeerd en de overeengekomen bilaterale afspraken met onze grenslanden. Wij spraken de voorzitter van deze commissie, ambassadeur Harold John Koolader. Ja, inderdaad gebeurt het vaak dat er verkeerde kaart van Suriname wordt gebruikt. De kaart van Suriname bestaat uit de grens, oostgrens, de Marowijnen met de Marowijnekreek, de Marowijnerivier in het oosten. En de maritieme grens tussen Frans-Guyana en Suriname in het oosten. We hebben in het westen de Corentijn als onze grens met Guyana, de Corentijn. En boven Corentijn als grens. En in het noorden is er ook een maritieme grens met Guyana. En daartussen is er een noordgrens, dat is de grens van het continentaal plat. Dat is ongeveer een kleine 350 mijl of 450 zeemijl nog verder. Dit is de kaart. Dus elke andere kaart is een aantasting van de Surinaamse identiteit. Nou, wat er eigenlijk gebeurt, en dat zijn die kaarten die je vaak ziet, en dat dit stukje vaak eruit wordt gelaten. En dat stukje bij Guyana, aan Guyana wordt toegegeven. Dus dit stukje wordt eruit gelaten en hierover wordt er veel gesproken. En hier is er een stukje tussen de Litanie en de Marowijne dat ook door de Fransen wordt betwist. De zuidgrens wordt gevormd door het gebergte, Tumuhumak, een Akaraigeberg, een grensgebergte, met Brazilië. Dit is vaak een duidelijke grens. En allemaal zijn voor ons duidelijke grenzen. Deze grens in het noorden is samen met de Fransen, overleg met de Fransen, bepaald. Deze grens in het noorden is bepaald door een zeerecht tribunaal tussen Guyana en Suriname. Dat is eigenlijk. Elke andere kaart is eigenlijk een aantasting van onze eigen identiteit. Het belangrijke is dat iedereen zich van bewust moet zijn dat dit de kaart is en dat elk andere kaart niet de juiste kaart is. Iedereen moet zich van bewust zijn. En hoe kan je dat opwekken nu? Door verschillende programma's. Zij het op de televisie, overal. En dat zelfs allemaal overheidskantoren zich daaraan houden om zelfs op officiële documenten deze kaart te gebruiken. Verder is het ook zo dat, dus vooral bij de scholen is het van belang dat de leerlingen ervan doordrongen worden dat dit de Surinaamse kaart is. En het belangrijke is dat ze moeten doordrongen zijn van het belang van de juiste kaart.